Excuseer, Mieke. En klopt het dat Trudy hier is binnengebracht? Die werd opgenomen en behandeld. Ja. Is het ernstig? Haar toestand is momenteel onder controle. Zou ik haar kunnen zien? Ik ben momenteel haar enige en haar beste vriendin. Eerste kamer op de rechterkant. Bedankt. Trudy, nu heb je mij serieus doen schrikken. Ik heb je proberen te bereiken, ik ben al naar het hotel gegaan en daar zeiden ze dat je in het ziekenhuis lag. Louiske heeft mij gevonden. Wat is er gebeurd? Ik weet het niet. Ik weet eigenlijk niks meer. Ik denk dat iemand dat in mijn drinkje moet gedaan hebben. Nee. Die had er misschien een idee van wie dat kan gedaan hebben. Nee, geen idee. Trudy moet rusten. Geen bezoek. Jij zit hier toch ook? Wat is uw bedoeling, Chris? Mijn vriendin is ziek. En ik erover. Ze staat trouwens bij al die feestjes. Mogen we ons toch amuseren? Jij moet uit de buurt blijven van mijn vrouw. Alles wat er nu is gebeurd, is het jij verantwoordelijk. Maar zo mogen we niet meer van het leven genieten. Trudy was er wel bijna aan, en godverdomme. Gelukkig heeft ons Louiske mij gebeld. Kind, waar is die? Dat zijn uw zaken, die mag dat je weg zijn. Ga zelf weg. Trudy heeft mij nodig, want ik ben hier verdomme nog de enige die echt om haar geeft. Ik kan er niet meer tegen, hè. Louiske doet de hele dag niks anders dan huilen en aan haar mama vragen. Dat is logisch. En dan vraagt Cedric waarom Louiske huilt. Maar hoe leg je dan bij godsnaam uit aan zo'n klein kind? Ik zeg dat mijn mama ziek is. Ziek? God weet in welke toestand hebben ze haar daar gevonden. Onverantwoord. Allee, dat kan toch niet de bedoeling zijn dat kind daar een trauma aan overhoudt, zoals die kinderen in Bulgarije. Je gaat ook van elke gelegenheid gebruik maken om daarover te beginnen. Ja, en hoe zou dat komen, Veronique? Omdat ik met die kinderen begaan ben, natuurlijk. Concentreer u liever op Louise. Wat zij heeft meegemaakt, dat is bewezen. Oh, Matthias, alsjeblieft, hou op met mij te willen sussen. Dat is precies omdat je aan de kant staat. Wie doet nu zoiets? Je had wel dood kunnen zijn. Sebastian misschien? Sebastian is een vijfbeest en een varken, maar geen moordenaar.
Hadden we wel een discussie, hè? Ja, hij pakt zelf af en toe wel eens iets, maar hij gaat daar toch nooit iemand toe dwingen. Hè? Ja, ik weet dat niet. Hij heeft toch al eens gelogen, weet je dan niet meer, toen hij altijd zei dat dat vitamine waren? Omdat hij dacht dat dat u zou helpen? Omdat je zo diep in de put zat? Allee, Trudy, hij heeft u zo graag. Hoe kunt u nu denken dat hij je kwaad zou doen? Zelfs. Oh, ik eigenlijk ook niet. Iedereen brengt iemand mee. Hoe gaat het op zo'n feestje? Je leert ze niet allemaal kennen. Godverdomme, wel weet wie hem dat geflikt heeft. En ik ook. Ik ga ze allemaal af. Ik wil echt weten wie en waarom. Maar zoiets doet nu toch niet als grap? Nee. Je moet wel gek zijn. Tenzij dat dan een gek was. In onze vriendenkring zitten geen gek. Ik vind dat wel lief dat je het zo voor mij opneemt. Wacht tot ik hem te pakken krijg. Je bent echt de enige. Niemand wil mij geloven. Hé, jij bent mijn beste vriendin. Het ziekenhuis, wat heeft ze? Gebrek aan aandacht, zeker? Iets ergens. Peter is bij haar. Heeft gekregen wat ze wilde. En heeft hem al iets laten weten, misschien? Zeg, is dat zo bezorgd? Ja, wat is het? Heeft een ongeluk gehad? Ja, als je niet meer weet hoeveel spul dat je binnen hebt, ja, dan zijn er wel ongelukkig bezig. Een overdosis. Veropstaat. En is er buiten Peter al iemand naartoe? Uw ma misschien? Kijk, ze moet niet het idee krijgen dat ons raakt. Zij met haar leven wil spelen, is haar keuze. Het is misschien wel een signaal, hè? En wij geven het signaal dat het nu pakt. Scherf, hè? Jij kan me tegenaan zeggen. Ja, toch wel. De snus van de klop op je neus. Ik heb er gisteren met Peter over gehad. Wij maken ons serieus zorgen. Is dat wel? Maar denk je het zelf mogen hem uitleggen bij rechters? Dat is niks voor Bart om zo over de vlucht te staan. Dat doet hij ook niet. Hij wil zijn onschuld bewijzen. En Bart zich verdachte dan hij al was. Dat is jouw interpretatie. Of die van Peter. Is dat jouw bestuurd? Peter heeft het nogal druk momenteel. Wij verdelen de taken. Hij heeft zijn gezicht niet laten zien. Dat hij maar weg blijft. Hij kon Brenda tegen moet hij toch verteld hebben waar hij naartoe ging. Nee, toch niet. Hij regelt het op zijn manier. En jij weet toch ook dat hij hier niet meer woont? Dit kan serieuze gevolgen hebben voor het bedrijf. En moet ik mij dat aantrekken? We gaan het niet persoonlijk spelen. De toekomst van het bedrijf hangt ervan. Van mij, Bart? Wat een macht. Ik zeg dat ik het niet weet. En trap het nu af. Ik wil gaan zwemmen met onze jongen. Jij maakt u blijkbaar niet veel zorgen. Mijn leven en dat van mijn kinderen stopt niet als jullie klotenbedrijf in de shit zit. Ik denk nog altijd dat jij weet waar Bart zit. Ik zou het niet erg vinden als jullie morgen nog op straat staan. Dan weet je eens hoe dat er voelt. Probeer hem eens te ontspannen. Dat zit hier muurvast. Ja, hoe zou dat komen, denk je? Peter, hoe is het met Trudy? Ze stikt. Echt waar, dat heeft ze zelf gezocht. Was dat toch nodig? Blijkbaar wel. Ze zou niet zelf gewild hebben. Ja, dat komt ervan. Als je niet anders doet dan feesten en drugs nemen. Zijn daar toch door?